Jurjan Wouda, gefeliciteerd met deze klinkende overwinning op DVS 33. Ja, dankjewel Henk, dankjewel. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Even in het algemeen. Een goede volwassen overwinning, absoluut. In de rust ook, het eerste wat ik heb benoemd is volwassen jongens, erg volwassen. En daar was ik wel heel tevreden mee. Dus nogmaals een goede volwassen overwinning hebben we vandaag behaald. Ik zag wel een wedstrijd met twee gezichten. Althans, eerste helft, tweede helft. Eerste helft, zeiden al tegen elkaar, weinig enerverend. Er gebeurt weinig in het veld. Althans, een paar kleine mogelijkheden. Een paar keer een schot van Derian Reynes. Die het vizier nog niet helemaal op scherp had staan. Hoe gingen jullie de eerste helft in? Met welke bedoeling? Ja, je weet dat je tegen een hartstikke goed voetballende ploeg speelt. Nou, dat weet DVS ook, dat ze tegen ons een goed voetballende ploeg spelen. Nou, dat zag je ook wel de eerste helft. Hè. DVS probeerde de ruimtes klein te houden, inzakken, compact bij elkaar. Waarin wij de eerste helft veel de bal hadden. Niet echt tot hele grote kansen kwamen. Hè. Wat jij benoemt inderdaad, hè. Het schot van Derian. En die goal. Dat zijn denk ik de enige twee momenten de eerste helft. Maar daarentegen geven we de eerste helft niks weg. Dus daar was ik wel tevreden over. Alleen er lagen best wel wat meer mogelijkheden om echt tot kansen te creëren. Als we op het moment dat we de bal aan de zijkant hadden, ja, was er echt wel ruimte in de as. Hè? Met Derian, Niels of Hielke, hè? Juist wegstappen uit die situatie. Nou, daar hebben we het over gehad. En zo kijk ik een beetje naar de eerste helft. Gauw door naar die tweede helft, want die was echt ontzettend leuk om naar te kijken, denk ik, voor ook... misschien wel elke... De neutrale toeschouwer, denk ik. Ja, neutrale toeschouwer, ja. Maar ook als je Excelsior 31 een warm hart toedraagt, dan geniet je gewoon van hoe wij deze wedstrijd dan in de tweede helft weer neerzetten. Toch even het begin van die tweede helft. Het leek eens even zoeken hoe we die Anicora in toom moesten houden. Sterke speler. Ik weet niet of dat zoeken was om Anicora te verdedigen. Ja, maar door hem zij kwamen beginnen... hun even in de 16. Nee, maar ze beginnen hartstikke goed. Alleen Anthony begint ook hartstikke goed. Ja, hè, precies. Anthony houdt ons volgens mij twee keer geweldig op de been. Hè, direct naar rust. En even later nog een keer 1-1 met die spits. Die hij ook hartstikke goed pakt. Dus daar redt Anthony ons twee keer hartstikke goed. Een van de kwaliteiten zeker van Anthony van Zandbommel. Hoe vaak heeft hij dit seizoen 1-1 was hij niet vaak de sterkere... In die duels. Absoluut. Nee, maar dat is wat ik zeg. Daar redt hij ons twee keer hartstikke goed. De twee doelpuntenmakers in eerste instantie even. Die laatste van Jasper Veldkamp, die had ik net met Jasper ook al even besproken. Maar die twee verdedigers die scoren voor Excelsior 31. Moest het dan echt even vanuit die standaard situaties komen, dacht je? Of... Maar het komt inderdaad twee keer uit de standaard situatie. Even helemaal terug naar de eerste helft, hè, waar die eerste goal... uitkomt, die begint, vind ik, bij Derian Reynes. Wij hebben een ingooi. Hè, en waar ik het net over heb, hè, over de ruimtes op het middenveld, hè, wegstappen daar. Derian krijgt die bal vanuit de ingooi en ziet dat Hielke daar vrij staat. Legt hem in één keer in de as en we kunnen doorvoetballen naar de andere kant. Daar komt de corner uit. Uit die corner waarin wij gaan doorvoetballen. Hè, niet de bal ervoor gooien, maar we voetballen daardoor. Valt hij af, Jasper brengt hem in en Niek schiet hem binnen. Maar ook die tweede goal van ons is uit een corner. Maar vanuit een standaard situatie, maar laat ik het zo noemen, een voetballende standaard situatie. Want daar gaan wij ook voetballen. He, brengen we hem eerst terug, gaat hij naar de as, brengen we weer naar de rechterkant. Leggen we hem erachter, bal terugleggen. Hielke was volgens mij die goed slim overstapt. En Pim die hem binnenschiet. Dus twee goede goals. En heel doeltreffend. Want dat is wat we tweede helft zeker op de mat leggen. Ja. Wat vond jij van uiteindelijk een situatie waarin Simon Seppenwolde onderuit wordt gehaald? Nou ja, goed. Het penalty? Ja, volgens mij moet hij een penalty hebben. Maar ik had hem net nog even kort gevraagd. En hij zei ook van, hij duwde me wel. En nou ja, uiteindelijk beslist de scheidsrechter dat het geen penalty is. En dan moet je weer omschakelen. Dan moet je weer terugsprinten. Even over de scheids, over de grensrechters en de scheids. Ik vind dat ze ook gewoon prima hebben gedaan. Niet omdat we nou absoluut gewonnen hebben. Maar ook als we hadden verloren, had ik het ook benoemd. Was ook mijn volgende vraag inderdaad. Gedaan. Ja, nee, maar dat maakt ook de wedstrijd, zeg maar. Hè? Want je mocht best wel veel. Een aantal momenten dat ik denk van, kun je fluiten. Maar aan de andere kant,
Als DVS een overtreding zou maken, hè, waarin ik dan misschien dacht een overtreding, floot hij niet, maar andersom net zo bij ons. Dus, die drie gasten hebben het ook gewoon prima gedaan en dat maakt dan ook wel de wedstrijd, zeg maar. Helemaal mee eens. Arbitrale trio vanmiddag was consequent en mede door hen een zeer leuke tweede helft gezien. Zeker. Ruimtes benut door ons. Uiteindelijk inderdaad dan hè, derde doelpunt van Jasper Veldkamp. Ik moest toch even billen knijpen bij de 2-1, Jurjan. Oh, ja, billen knijpen, tuurlijk. Hè. Je weet wat er de afgelopen weken na een tegengoal een beetje is gebeurd. Ik moet zeggen, tegen Ajax hebben we dat prima gedaan. Waarin we voorkomen, tweede helft lastiger hebben, met elkaar over de streep trekken. Nou, en dan begin je de tweede helft waarin Anthony dus die geweldige bal pakt. Nou, daar ben je hartstikke blij mee. Komen we weer wat meer in de wedstrijd. Tweede helft moeten we wel ietsjes meer verdedigen misschien. Maar dat doen we goed. Ze krijgen nog wat mogelijkheden. Maar we hebben het wel weer met elkaar hartstikke goed gedaan. En ook na die 2-1, zeg maar. En dan ga ik helemaal terug naar het begin. Een goede volwassen overwinning met elkaar. En terecht. Kortom, een klinkende overwinning waar ik mee begon. Volgende week uit naar Terleden. Jullie weten hoe je er ongeveer voor staat in die derde periode. Uiteraard. Kom ik net zoals Mag volgende ik week. Mee bezig zijn. Nog 7 wedstrijden. Ja, inderdaad. Ja, weet je, we zijn prima bezig met elkaar. En, van week naar week, van wedstrijd naar wedstrijd. En dan gaan we zien waar het schip strandt. Al een compliment gekregen van je collega-trainer Peter Wesseling. Ja, nou, na de wedstrijd weer goed gedaan. Gefeliciteerd. Ja. En, prima. Dus voor Peter vervelend. Jammer. Maar voor ons wel fijn.